Ja, die discussie hè, rond die Spaanse zoen, hè. Ja, die. Ja, dat lijkt mij niet op te houden. Nee. En ja, ik heb me een tijdje niet mee bemoeid. Maar ja, mensen vragen toch al meer. Harry, wat vind jij er nou van? Hoe kijk jij daar nou naar? Ja, hoe kijk ik ernaar? Ja, vrienden, ik vond het allemaal niet zo verschrikkelijk schokkend hoor. Nee. Hij doet het, boep, en klaar. Het was heel kort ook, 1/10 van een seconde weg. En daarna zag je dan ook, nu zien we dat in de bus, die meiden. Ja, die hebben er gewoon lol om. Die moeten erom lachen. En roepen ook allemaal kusje, kusje, kusje als die man langsloopt. En ja, en nou. Ja, en later zijn ze erop gewezen door het woke gebeuren. Want die worden alsmaar groter en machtiger. En die hebben die meiden verteld. Ja, maar dit kan niet hoor. Nee, hier moet je wel verontwaardigd over doen. Oh, is dat het? Ja, nou, en dat hebben die meiden dus nu gedaan. En toen hebben ze iedereen aangestoken. En nu is er een of andere massale verontwaardiging. Waar ik al helemaal niet van hou. Nou, en dan zegt ze, ja, maar Harry, hoe kijk jij er nou naar? Nou, vrienden, ik zal het je vertellen. En toen ik het zag de eerste keer, toen moest ik al gelijk denken aan een verjaardagspartijtje. Ja, elke verjaardag, die heeft dan de zogenaamd die leuke oom, weet je wel. Ja, ome Wim. Ja, we noemen hem even ome Wim. En ome Wim is dan altijd de lolbroek, vrienden, ja. En die gaat dan of een mop, meestal een mop, of een leuke anekdote vertellen. En iedereen moet lachen. En hij is aangeschoten, hè, want hij heeft natuurlijk te veel gedronken. Ja, onze ome Wim. En ome Wim, die wordt balorig en door het succes. En ome Wim, die doet er één keer boem, boem. Vol op de platte bek bij tante Gerda. Ja. En tante Gerda, oh, die zit 30 seconden met een rood koppie. Ja, want die is al de hele tijd niet gezoend. En ja, en iedereen moet nog harder lachen. En daarmee was het klaar. Ja, zo heb ik ernaar gekeken.